Ook al deed Ten Hag het in zijn eerste seizoen heel goed bij Manchester United, gaat het nu wat minder goed en staan ze op de 7e plek. En dat is natuurlijk onacceptabel voor een club als Manchester United. Dus daarom ben ik hier om Manchester United te redden. We hebben een talentvolle spits. We hebben Anthony die het in het echt niet zo goed doet. We hebben Garnacho, maar jullie weten dat ik daar allemaal natuurlijk Rashford ga neerzetten. En eigenlijk wat we nodig hebben is een goede middenvelder. 83 rating en 18 jaar. Dit is gewoon letterlijk de perfecte speler voor ons team. Laten we 80 miljoen bieden. Misschien accepteren ze dat. En ze nemen 80 miljoen aan. En ze halen wij Pablo Gavi voor 80 miljoen naar de club. En als ik zo naar het team kijk, weet ik wel wat ik ga fixen. Ik denk het nieuwe rechtsachter. Ja, dit is niet eens een vraag wie we gaan kopen. We moeten proberen zo min mogelijk voor hem te betalen, dus 55 miljoen. 41 miljoen en Mount. Ja, ik wil Mount graag niet ruilen. 61 miljoen. En dat accepteren ze ook niet. 73 miljoen. Ah, ik accepteer het maar. En zo hadden wij ook Achraf Hakimi naar de club. Ik wil die wedstrijd eigenlijk wel simuleren hier, maar ik ga voor deze groep. Oké, laten we dan de eerste wedstrijd simuleren. Getafe moet je toch kunnen winnen? 2-0 en Hakimi scoort. Ik ga gewoon Jeremy Doku halen. 38 miljoen. En dat, nou, doen ze wel. Kom op jongens. Ik bedoel, dit is niet zo moeilijk. Dit is... Lijkt gewoon dat Tiki-Taka de beste na lange trap vooruit is. Dus ik ga voor Tiki-Taka. En zo halen wij ook Jeremy Doku naar Manchester United. Voor Garnacho 2 jaar. Ja, dat vind ik natuurlijk niet goed. Ik wil hem volgend seizoen gewoon weer terugzien. Het liefst met 77 of 78 rating. Zodat hij misschien zelfs een basisplek kan overnemen. En dan is dit het team voor de eerste competitiewedstrijd tegen Wolves. Alleen laat ik Doku eerst even zijn rust pakken en zet ik hem waarschijnlijk in de tweede helft in. En dan staat de eerste wedstrijd op het programma tegen Wolves. En het duurde een half uur voordat we echt doorbraken. Fernandes, Mount, power shot en die gaat op de paal. Nee, dat mag niet gebeuren. Ah, oh, geen buitenspel. Dan is dit de laatste kans van de eerste helft en die zit erin. Het is 1-0. Weet je, ik ga het zo doen. Ik hou Hoyland eraf en ik ga Rashford in de spits zetten. Misschien gaat dit beter. Dit kan niet. Dit kan niet 1-1 worden. Nee, dit is Onana. Nee, Tuna. Nee, helemaal alleen. Tuna. 1-1. Corner. Weggekopt. Geen bal. Ja, nee. Oh, 1-2. Fernandes liep eerst, maar gaat volgens niet. En dan wordt het 2-2. Ja, 2-2. Maar dit was niet genoeg. Nee, het is afgelopen. We spelen wel onze eerste Premier League wedstrijd gelijk tegen Wolves. En dan staat er gelijk een kraak op de planning tegen Spurs. En daar zijn we dan, in het Tottenham Hotspur Stadium. Tijd voor een kraker. En we creëerden veel kansen. Goeie paas door Jeremy Doku. Doku, we gaan gewoon schieten. Doku! Corner Fernandes. Casemiro, dit is... Oeh. Doku dan in één keer? Nee. Bruno Fernandes. Bruno! Nee. Nu dan opnieuw uit de corner. Casemiro, nu ook niet. En uit het niets kwam Tottenham. Oh, dan heb je de eerste kans voor Tottenham Hotspur. En die zit niet, lat. Nou, dat was al gelijk bijna een achterstand. Die kan hier alsnog komen. Die komt er alsnog. Naar binnen, ja, weet dat ik dat ga doen. Dus. Eerst Son, hè. Nou. Son. Peter Porren. Maar toen ging Tottenham de fouten. Doku, Martial. Ja, dit is jammer, maar... Oh, Doku. Dit moet hem zijn. Dit is hem ook. Let's go, Fernandes. Doku. En niet veel later kregen we nog een kans. Hij nog steeds de bal. Goeie paas. Fernandes voor zijn tweede. Fernandes! Oh. En in de laatste minuut gebeurde dit. Ja, dit is hem gewoon. Goeie paas, Hakimi. Dit kan hem zijn. Afleggen. Ja, Matsmal.
1-2 in de 90ste minuut. En zo winnen wij van Tottenham Hotspur. Zo staan we 6e, Luton Town staat trouwens 4e. En Liverpool heeft 1 punt gepakt uit 2 wedstrijden. Wat is er hier gebeurd? 1-3 en 2-2 tegen Chelsea. En onze derde wedstrijd in de wedstrijd tegen Nottingham Forest. Misschien gelijk een lekker begin van de wedstrijd. Jeremy Doku, prachtig. Ja, is moeilijk, moeilijke hoek, maar... Forest is het nooit door. Weer Doku, voorzet is prima, is heel goed trouwens. 1-0. 1-0. Goed, Jeremy Doku. Oh, Doku. Oh, prachtige paas. Fernandes. Ja, goed schot. Martinez, gaat hij schieten? Toe. Spelen goed, maar we ronden onze kansen gewoon niet af. Doku, goede paas. Bruno Fernandes gewoon voor de powershot. Zit weer niet. Zoveel. Mason Mount is geblesseerd. Doku, Garnacho. Zo, die wordt hard onderuit gehaald. Het lijkt mij een rode kaart. Niet. Bruno Fernandes. Schitterende vrije trap zeg. Geef op Bruno Fernandes. Oh, Rashford. Dat zou wel heel mooi zijn geweest. Goeie acties. Opnieuw goede acties. Voorzet Bruno. Gavi misschien. Zo. Dat is een hard schot. Misschien nog een jantje geven zelfs. Dat is buitenspel. Hoe was dat geen buitenspel? En zo winnen wij met 2-0 van Nottingham Forest. En schuiven we daarmee 4 plekken omhoog en staan we gewoon tweede. Als jullie het schema trouwens willen zien van de maand september, dan is dit toch een pittige maand met Arsenal en Bayern München. En hebben jullie nog suggesties voor nieuwe spelers? Laat dan weten in de comments.